Een bak of sheepels. Welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf. Samen met mijn man Roderick Staalman van de Werf vloggen wij elke dag. En het is vandaag zaterdag 5 oktober. Het is nou net 3 uur. Ja, Roderick had al de hondjes voor me uitgelaten. Kon ik nog even lekker uitslapen. En ik heb een idee met mijn haar, maar dat komt wel weer goed. En ja... Voor de rest, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Ja, en daar ben ik weer, mensen. Ja. Ik heb gelijk ook mijn moeder aan de lijn. En ik ben met spruiten bezig. Ja. Spruitjes. Een bak of siepeltjes. Siepeltjes en dat is een ui. Ja, maar mam, rook niet. En ik ben dus nu ook gelijk aan het vloggen. Dus ja, zoals jullie horen heb ik mijn moeder aan de lijn. Ja, en Rood had zoiets van siepeltjes. Ja, dat is uien. Ja, een uitje. Kijk, zo doe ik dat dus altijd. Ik weet niet of ik hem nog wat lager kan zetten, zodat jullie wat meer kunnen zien. Wat een ziek idee. Hola, die even kijken of dat lukt hoor, mensen. Ik ben alleen even aan het zoeken of het lukt. Alleen even aan het kijken of dingen lukt. Ja, kijk. Nee hoor, kijk. En dan heb ik zo meteen een grotere pan nodig of zo. En die heeft een Roda. Een grotere volgens mij, weet ik veel. Ja, maar ik moet. Ik doe altijd eerst even hier even in de grote. En de spruitjes in. En dan ga ik even kijken hoeveel ik heb. Dat doet u helemaal goed. Ja, nu was er niet bij deze. Nee, en de acetion is wat goedkoper, hè? Acetion, dat is wat goedkoper. Acetion. Acetion, ja, precies. Ja. Oké, maar mam, action, als u dat gaat doen, als acetion, AC, ek. Dat is gewoon dezelfde winkel hoor, wat u dan gewoon opnoemt. Acetion, ektion, ek, ektion, mam, acetion. Net zoals Karin, en die schrijft toch ook... Oké. Zo lig ik wel toveren. Toveren nog wel. Zo. Zo. Ho, aardappels schillen. Zo. Ik ook geen aardappelpuree, want ik het hoeft mij niet. Nee, hoeft toch ook niet? Nee.
Nou, de aardappelen zijn dus geschild. Ik ga ze nu even wassen. Ik ga jullie weer ergens kijken waar ik jullie neer kan zetten. Ook een hele handige. En ik ga toch eens even mee. Kijken wat ik nog meer kan doen in mijn haar. Ja. Zo. Blijf. Dat jij niet valt. Zo. Zo. Daarin hartstikke mooi, een beetje zout bij. Hartstikke fijn. Zo, dan ga ik even de spruitjes wassen. Ik gooi eerst even water erin. Zo. Lig je daar lekker, schatje? Ja, hé. Ook hier een beetje zout op. En dan gaat het dus een gasfornuis aan. Eén. En dan is dat twee. Nou, ik heb de aardappelen op het vuur staan. De spruitjes heb ik op het vuur staan. Dit wat ook wel aardig. Heet, doe dat nooit na, wat ik dus nu net deed. Nee, doe dat dus nooit na. Zo. Ik ga gelijk even kijken wat weer in de kast kan. Qua bordjes, ook wel weer handig. Ik heb een beetje te veel bordjes. Nee hoor. Ik hou van borden. Nou, ik hou er niet van, maar ik vind het wel fijn dat ik borden heb. Zal ik het zo zeggen. En weet je wat ik lekker vind? Gewoon even lekker te proeven. Yummy. Gewoon even. Gewoon lekker in mijn mondje steken. Lekker. Nou. Er zitten nou 3 pakken in. Zout hoeft niet. Nee. Dat doe ik ook niet aan mee. Maar ik ga er wel nog kruid overheen. Dat is 1. En dit is er goed. Op dit moment even 2. Zijn klaar. Ja, de spruitjes die zijn klaar. Die haal ik van het vuur af. Lekker. En dan pak ik mijn deksel daarvan. En ik heb deze. Lekkere spekjes. Die gaan er ook gewoon lekker doorheen. Ja, dat zien jullie dan net niet, wat ik dus doe. Blijf vertellen, hoor. Tof.
En dan doe ik het even zo meteen. Even zo hier op de rug. En dan doe ik even mijn schnitzels even omdraaien. Ook nog even nodig. Oh, hartstikke mooi. Mooi. Doe deze op de deksel erop. En dan ga ik even schudden. Zo. Kijk. Ik vind het lekker ruiken deze. Ja. Zo. Zo. Toppie. Kijk eens aan. Lekker de spekjes doorheen. Heerlijk. Zo, ik ga daar weer bij op. Ik ga weer mijn deksel erop. Ga ik weer schudden. En dan voeg ik nog wat kruiden erbij toe weer. Hetzelfde wat ik net deed. Ik ga lekker met ambulance mensen vandaag. Die erbij voegen. Die erbij voegen. En dan hutsel ik het nog eens een beetje door elkaar. Hoop ik toch. Zo, en dan gaat dat dus nog even op het vuur. Zo. Hartstikke mooi. Zo. Nou, dan ga ik even opscheppen. Ja, ga ik even opscheppen. Die gaat dan even daar naartoe. Even deze pakken. Nou, ik weet dat Ro niet zoveel van groente houdt, maar hij gaat wel wat proberen. Dan geef ik hem wat meer spekjes dan en dan spruitjes. Zo. Dan ga ik gewoon even spekjes vissen voor hem. Zo. Nou, als hij dit opkrijgt, nou, dan ben ik heel trots op hem, echt waar bezig. Als je dat opkrijgt, nou dan en dan heb ik niks meer te zeuren vanavond. Dan ga ik zo nog een soepje maken. Zo. En daar is ik al. Dan ga ik nog een soep maken. Ik wel. Doe ik even water in een glaasje. Dan ga ik even blussen. Water erin. En doe ik de kruid erbij in. Altijd. Currypoeder. Paprika poeder.
Zo. Oké, aardappel voor mezelf. Nou, en dan doen we deze dus. Deze. Lekker morgen erbij. Dus ik doe dus in mijn jus, mensen. Ik doe eerst gewoon boter erin. Gewoon bak en braad. Deze. Ik doe eerst deze. En daar doe ik dan eerst vlees mee in. En dan doe ik currypoeder. Paprika poeder. Peper. De vier seizoenen volgens mij als het goed is. Ja. En ik doe dan nog eens een keertje deze. En dan doe ik nog soms na gevoel nog een beetje wat boter erbij. Deze dus. En dan doe ik soms nog voor de smaak. Voor de smaak doe ik dit erbij. Alleen een beetje voor de smaak. Maar wordt het hier een beetje zoeter. Gewoon een beetje zoeter qua smaak, de zuur. Dat is wel lekker. Ik laat jullie even het eindresultaat zien. Dit is dus voor rauw. Ik heb even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 spruitjes. Dit is voor mij met dat bakkie. Dus dit is voor rauw. Dan heb ik nog een bakje thee. Ik ben ook alweer koud. En dan ga ik nog even hier even overheen doen en dan kunnen we eten. Nou ja, Rode zit nu daar. En namens de dieren willen wij jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog heel leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zien we jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel en tot morgen weer. Hoi.